Ja, dit is allemaal zo mooi, prachtig en glimmend. Dit zal misschien de kookketel zijn. Dat vermoed ik, weet ik niet zeker. En dan hebben we hier... Oh, dit is de lift. En die komt nota bene nog, die heb ik persoonlijk nog uit de Emma, dat kraakpand meegetroond. Gestolen eigenlijk. Hij staat er nog. Bierbrouwerijen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de stad. Volgens cijfers van het CBS kent de regio Amsterdam inmiddels 70 bierbrouwerijen. Brouwerij Het Ei is inmiddels een van de grootste, terwijl brouwerij Kleiburg er juist voor kiest om klein te blijven. Want hoe kan je het Amsterdamse karakter behouden als je bier ook buiten de stad verkocht wordt? Groot begon brouwerij Het Ei niet toen muzikant Casper Peterson de Belgische bieren ontdekte. We speelden vaak in België ook. En daar had je verschrikkelijk veel hele lekkere biertjes toen ook al. En hier had je eigenlijk alleen maar pils en oud bruin en verder niks. Toen dacht ik van nou, als je zoiets in Nederland ook zou kunnen opzetten, dan zou dat misschien wel een goed idee zijn. Vanuit zijn woning in de Pijp begint Caspar met bierbrouwen. In die tijd is dat nog illegaal. Zijn bier verkoopt hij aan krakerscafés. Aan illegaliteit heb ik nooit zo heel veel laten liggen. Je deed gewoon je ding. Maar goed, dat bierbrouwen dat ging maar beter en beter. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon een pand zoeken. Brouwerij Kleiburg startte vanuit een klooster in Zuidoost. Eigenlijk was dit helemaal niet een plan om een brouwerij te starten. Het begon met het klooster. En het klooster is een leefgemeenschap in de Amsterdamse Bijlmer, hier vlakbij. Een plek waar we samen gingen wonen als groep mensen en mensen onderdak geven. En bidden in een kapel, dus best nou ja, kloosterlijk, maar dan op een eigentijdse manier. Allerlei mensen zeiden, ja, maar als je een klooster begint, hoort er toch ook bier bij? Dus toen zei ik, ja, nee, ik wil gewoon mensen opvangen en ik wil bidden, ik wil geen bier brouwen. Maar die vraag bleef komen, ik dacht, nou, misschien moeten we daar toch iets mee doen. Vanuit het klooster wordt het eerste biertje geboren. En dat blijkt een succes. Het recept nemen ze mee om te gaan huurbrouwen. Dan ga je bij een bestaande brouwerij hun ketels gebruiken. En toen kwam eigenlijk vrij snel de gemeente met van, ja, we hebben hier een stuk grond naast de IKEA beschikbaar. Waar jullie misschien wel hop kunnen verbouwen. En toen vroeg ik wie dat die horeca ging doen. Zij zei, ja, daar hebben we nog niemand gevonden die dat wil doen. Toen zei ik, nou, kunnen wij dan niet gewoon onze brouwerijen neerzetten en die horeca doen en die hop. En dan hebben we het hele plaatje in één keer. We beginnen bij de schrootmolen. Dan gaat de mout die gaat hier doorheen. Wordt eigenlijk fijn gemaakt, verpulverd. En gaat door naar de maïsketel. En in de maïsketel creëren we eigenlijk zo'n dik beslag. Deels als een bakker. En daar maken we de suikers waar we straks de alcohol en CO2 weer van gaan maken. Die gaat van de maïsketel naar de filterkuip. En hier in de gistingstanks, daar wordt het Kleiburg bier daadwerkelijk geboren. Er was ontzettend veel vraag naar. Dus we hadden 10 keer zoveel kunnen maken als we konden maken. Dus alle cafés wilden dat graag hebben. Omdat het echt Amsterdams bier was. Thuis kan Caspar de vraag niet meer aan. En hij begint een nieuwe locatie in het leegstaande gemeentelijk badhuis aan de Funekade. Ik denk in januari 85 kreeg ik de sleutel en ik hoefde geen huur te betalen totdat ik ging produceren. En in het begin ging dat bij herhaling mis en konden we zo 3, 4, 5 brouwsels achter elkaar weggooien. Maar later kregen we meer controle. En wat waren de eerste biertjes? Natte en zatte. Nee, dit is de kapel van het Kleiklooster, de plek waar we bidden elke avond. En een van de 2 elementen eigenlijk van het klooster is gastvrijheid en bidden. En wordt mede mogelijk gemaakt door het bier wat wij brouwen. Ik wil eigenlijk vooral dat mensen straks ons bier associëren met kloosterbier. Dus als ze denken aan, weet ik veel, La Trappe, dat ze dan het volgende biertje wat ze daar dan denken, van, nou, dat noemen we dan Kleiburg. Maar tegelijk hebben we niet een ambitie om een heel groot merk te worden. Want waarom willen jullie niet groter worden? Want het kan ook financieel aantrekkelijk zijn. Ja, het moet passen bij het doel waar het voor staat. Dus het doel is niet om heel groot te worden en heel veel geld te verdienen. Nee, we hebben een aantal euro's nodig voor het klooster. Voor die gastenkamer die we daar hebben. En dat moet genoeg zijn. Wat waren je ambities met brouwerij Het Ei? Had je ooit de ambitie om zo groot te worden? Nee, het ging van meteen eigenlijk wel goed
nog steeds maar beter. En de vraag was altijd veel groter dan het aanbod. Ik wilde niet snel groeien en ik kon het ook niet aan. Ik ben eigenlijk gewoon een arbeider. En ik kan heel hard werken en van alles doen, maar echt een manager ben ik niet. Nou, hier hebben we 30 liter vaatjes en die vulden we uit een lager tank, gewoon op een hand met de slang. En dan draaiden we snel, het was dus goed koud, en dan draaiden we hem dicht en dan had je dus bier op fust. Toen ik het eenmaal had verkocht, was ik heel blij. In 2008 kopen Bart Obertop en Patrick Hendriksen de brouwerij over. Hier hebben we er 7 van. Hier ligt er 2 weken. Wil filtreren niet, pasteuriseren niet. En hier ligt er 2 weken te liggen, komt het op smaak. Het proeflokaal dat was veel kleiner. Het was nog veel aftanser dan het nu is. Maar en we hadden een kelder ook nog waar het blauw zag van de rook. En ja, het ziet er wat beter uit tegenwoordig. Maar gelukkig is de sfeer niet al te veel veranderd. Ja, de bar die ik had getimmerd zag er nou heel anders uit. Dat was een beetje splinterig en met opstaande randjes. En dit is fancy en mooi en gelikt. Dat zou je nooit zo gemaakt kunnen hebben. Eibier is een trek en dat moet ook de Belgische bierbrouwer Duvel Moordgat gezien hebben. Want die, zo werd gisteren bekend, koopt een groot aandeel in de brouwerij. Brouwerij Eik kan nu de komende jaar run. Fijn groeien. Aan deze kant hebben we de fustenlijn. Daar wordt nu gebruik van gemaakt. Inmiddels ligt Brouwerij het Ei in alle Nederlandse supermarkten. Is het nog wel een Amsterdams biertje? Ik denk dat de mentaliteit van het bedrijf wat Casper ooit is heeft neergezet, ja, dat je dat nog wel gewoon in alle lagen voelt. Een ingelijst shirt van Ajax aan de muur. Een eigenwijs karakter. En aanhaken met kunst en cultuur. Het is nog steeds wel Amsterdams, denk ik. Ja. Nou, in het begin was het wel dat ik dacht: ik wil gewoon in elk geval naar die top 5 Amsterdamse bieren. Weet je, als mensen Amsterdamse bier noemen, dat dan Kleiburg daar heel snel in wordt genoemd. Ik ben er toch een beetje in gaan schuiven. De visie van de brouwerij is om zeg maar, lokaal betrokken biermerk te zijn wat bijdraagt aan het klooster. Dus het genereert geld om het klooster in stand te houden, om de mensen op te vangen. En tegelijk zoeken we naar manieren om hier op allerlei manieren verworteld te raken. Maar dus niet als doel om de grootste te worden? Niet als doel om de grootste te worden, nee. Ik zie ook niet zo goed welke waarde dat in zich heeft. De hele brouwerij zal volledig vernieuwd worden. Zal ook een verdieping bovenop komen, waardoor we gelukkig de kantoren weer terug in de brouwerij kunnen krijgen. Ja, en verder is het blijven nieuwe bieren brouwen. En dan? Grootste van de wereld? Nee. Dat is echt geen ambitie. Ik zou het heel spannend vinden als we ook buiten Nederland gaan kijken. Maar dan zal ik waarschijnlijk een lange grijze baard hebben, denk ik.